Wat zou je moeten doen tegen het geweld, tegen politie en hulpverleners? Strengere straffen en meer controles. Die mensen moeten eens goed na gaan denken. Want dat is gewoon helemaal normaal wat ze allemaal doen. Nou, dat is een goede vraag. Wat moet men met het geweld? Ja, flinke gevangenisstraf. Dat is die mensen die er werk heel goed doen. Dus dat is heel belangrijk. Voor iedereen eigenlijk. Veel aandacht aan geven dat niet goed is. En wellicht harde straffen. Als het wel gebeurt. Ja, dat is een goede vraag. Het respect herstellen voor elkaar. Je bewust worden wat die mensen allemaal doen en meemaken voor jou, voor jouw veiligheid. Ik denk toch wel een hardere straf geven aan de mensen die dat doen. Ik vind het eigenlijk te belachelijk voor woord dat het zo ver moet komen dat hulpverleners die ons als mensen willen helpen, zo met geweld te maken krijgen. Ik vind het absurd eigenlijk. Wat zou men moeten doen tegen het geweld, tegen politie en hulpverleners? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat er wel wat strenger mag worden opgetreden. En dat de straffen ook wel wat behoorlijker mogen zijn in Nederland. Dat we allemaal meer waarden en normen krijgen. Want die is ver te zoeken in deze tijd. Nou, veel harder optreden. Veel strenger straffen. Dat is de enige methode. Toch? Heel hard optreden tegen die mensen. Het is eigenlijk schandalig dat ze die mensen onrecht aandoen. Die andere mensen willen helpen. Zou ik zeggen. Ik denk hogere straffen en een grotere pakkans. Hard optreden en degene die dat doen, dus de daders, passende straffen geven. Hard aanpakken. Dat er een vuurbeeld gesteld wordt. Dat niet meer gebeurt. Ja, veel hardere straffen moeten ze die geven. Dat moeten ze doen. Flink aanpakken, ja. Dat moet niet kunnen op vandaag, wie dat tegenwoordig hier.